Eindelijk is hij dan goed doorgebroken, het zonnetje. De laatste dag van Breda Jazz kan rekenen op de nodige zonnestralen. In Spanjaard Schat staat Saxatones Groove Mission op het podium. Door naar de Grote Markt. Daar treffen we iemand van Breda Jazz. We hebben alle geluk van de wereld. Donderdag was wat koud en gaandeweg werd elke dag wat warmer. Dan heb je dus meer publiek. En het is vandaag ook met zonnetje erbij. Een grandioze vierde dag. En organisatorisch loopt het als een trein. Die paar dingetjes die niet goed lopen, die vangen we intern op. Daar heeft het publiek geen last van. Want het is een grandioze organisatie. We zijn met 140 mensen, 80 muzikanten en concerten. Ja, dus het is hectisch. Links een oortje en rechts ook nog als het moet. Maar het gaat prima. In totaal werken er 135 vrijwilligers mee aan het festival. En kan er 4 dagen genoten worden van in totaal 180 optredens verspreid over 18 podia. Voor elk wat wils dus. Bent u echt een jazzliefhebber? Dat is iets van de laatste 12 jaar. Ik begrijp niet dat ik het in het begin niet leuk gevonden heb, maar nu wel. Ik ben ook een echte Bredaanse, dus ik kom hier 4 dagen echt voor de jazz. En voor welke stijl? Nou, je hebt bepaalde voorkeuren natuurlijk, hè, vooral die Dirty Dozen. Maak er een hele show van, dat is helemaal geweldig. Maar die andere orkesten, dat is ook heel leuk om naar te kijken. Hoor. Vooral een beetje ja, dat flotteren zeg maar wel. Hè. Maar vrijdag was de Riverside Co-Band en dat is ook leuk. Hoe vindt u het dit jaar? Heeft u het idee dat het drukker of rustiger is? Ik heb het idee dat het rustiger is, maar dat heeft ook misschien met het weer te maken. Het was gelukkig wat droog, maar het was natuurlijk best wel fris, hè? Ja, maar nu schijnt ook het zonnetje, maar we kunnen hier toch nog gewoon doorlopen. Dus toch misschien minder mensen. Ja, dat is toch wel vreemd, ja, want normaal is hier het duwen. Maar het is nu wel overal pauze, hè? Kom je over een kwartier, dan loopt het vol, hè? Ja, dat is echt waar. Want dan is het gewoon duwen geblazen en nu is het gewoon rustig. Mensen gaan allemaal een ander stekje zoeken, hè? Hoe vinden jullie het op Breda Jazz? Ja, leuk. Het is echt gezellig. We zijn nu voor even kijken, derde dag. En het is wel, ja, wel leuk om te doen, zeker met dit weer zo. Ben je ook andere jaren ook al geweest? Nee, het is de eerste keer dat ik er naartoe kan. Ik woon wel hier, maar dit is de eerste keer dat ik de gelegenheid heb. In de Spiegeltent spreken we de voorzitter van Breda Jazz. 40ste editie Breda Jazz. Het enige incident is een wildplassende vrouw, hoorde ik. Nou, in ieder geval wat wij gezien hebben. Nee, er zullen vast nog wel meer dingen gebeurd zijn, maar dat is meestal na sluitingstijd, zal ik maar zeggen. Nou, en als je dan toch een dikke 275.000 mensen in de stad hebt lopen, dan mogen we niet mopperen. Hoe wordt dat gemeten? Daar zijn wat van die reetkundige, u ziet 4 dagen jazz, meetkundige dingetjes voor van zoveel mensen per vierkante meter en dan kun je daar een schatting van maken. En het ene moment staat natuurlijk bomvol en het volgende moment heb je wat meer ruimte, maar alles door de bank genomen is het dan 275.000. Ja, want u als muzikant, hoe gingen uw optredens? Ja, nou goed. Alleen ik merkte wel dat ik pas zo halverwege de zaterdag, dan valt er ook een stuk spanning echt van je schouders af en dan ga je pas veel beter spelen. De eerste dagen ben je ook nog bezig met gaat alles maar goed. En dan hoor je af en toe dat er een drumstel misschien een keer te laat is of zo. En dan uiteindelijk is het zaterdag en denk je van nou, het loopt ook allemaal goed en dan ga je weer veel relaxter spelen. Dus maar ik heb genoten van elke optreden. En hoe is het publiek dit jaar? Net als al die andere jaren. Enorm goed. Breda wordt geroemd door alle muzikanten vanwege het publiek. Blijkbaar heeft 40 jaar festival ook een soort educatieve waarde gehad. Want wie je ook ziet, ze klappen, ze zijn blij. En dat geldt voor alle leeftijden. En dat zie je eigenlijk op heel weinig festivals in Nederland. Dus de typische Bredaanse sfeer is heel belangrijk. Wat is het een vooroordeel dat er alleen grijze duiven op afkomen? Dat is zeker een vooroordeel. Kijk, natuurlijk zullen er wat ouderen, zal ik het maar noemen, naar het festival komen voor een bepaalde soort muziek. En die zullen niet naar de concerten gaan waar juist de jongeren komen. Maar die mix, de gemiddelde leeftijd is 44, hè, dat hebben we dus netjes ook vorig jaar laten meten. Dus ja, dat is 44 is toch een mooie mix. Dus wat dat betreft, voor elk wat wils. Was het jubileumjaar extra speciaal of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Nou, qua gevoel zeker. En we hebben een aantal dingen teruggehaald. Bijvoorbeeld zo'n street parade, maar dan echt als street parade. Met het uitdelingen van kettingen dit keer. En dat is waarschijnlijk wel weer een nieuwe traditie die weer opnieuw geboren is. Want mensen hebben dat als zeer leuk ervaren. Volgend jaar valt Breda Jazz wat later dan normaal. Namelijk van 2 tot en met 5 juni.